Nee. Maar ik word wel een beetje geïrriteerd. Het duurt wel een beetje lang. Het duurt wel een beetje lang, hè? Eén iemand achter de bar. Dus wel, wel spijtig. Twee in de keuken. Nou, bier is toch veel belangrijker als eten. Nou, we gaan het zien hoe het pilsje eruit gaat komen. Tijd gaat maar door. We zijn nu al 5 minuten bezig om mijn biertje te bestellen. Het enige compliment die ik tot nu toe heb, is het shirtje van die man. Echt clubvertegenwoordiger. Maar nog steeds geen pils. En wat ik tot nu toe gezien heb van de pilsjes, wordt een matig score dit hoor. Dit is dus een overbos, man. Nou, daar gaan we. Tempo zit er goed in. Heb je inmiddels besteld? Ja, ik heb besteld. Nou, deze wel goed hoor. Jezus. Ik heb 1,60 voor een half pilsje, denk ik. Wel twee vingertjes. Moet ik toegeven. Laat even zien. Pilsje, als voor een hemelaar. Is wel goed bijgetrokken hoor. Ik had weinig verwachtingen toen ik met die maatje pakte. Ja. Maar ik vind het wel aardig. Wat vond je verder? De klankvriendelijk uit? Ja, het wordt maar krachtig hè. Zijn niet veel die vrouwen. Dus dit is geen pluspunt. Nee. Hoe smaakt die? Zullen we dat eens even gaan testen? Goed schuimkraken. Ja. Matig. Ik had hem lekker te maken. Wat vond je van het barpersoneel, hoe ze eruit zagen? Ik zag wel een man met een Amsterdam heenlaatje. Dat vond ik wel tof. Dat was netjes, hè? Alleen de rest ligt niet zo vrolijk uit. Hey, en hoe lang moest je wachten? 10 minuutjes. 10? Ja, 10. Dat is voor een duurtje. Ik stond eerst een man stond maar te tappen, maar daarna kwam er gelukkig een vrouw bij, want anders schoot er niet op. Maar ik neem nog wel even een slokje. Hey, tot slot. Ik wil een cijfer van je horen. Voor alles bij elkaar? 4,5. 4,5? 4,5. Kijken of de volgende clubs beter zijn dan dit. 5. Je hebt net een tweede biertje besteld. Ja. Wat vind je er eigenlijk nu van? Wil je het nog herzien, je cijfer? Nou, ik ga hem zeker wel herzien, want ik heb tweede pilsje dus besteld. Plastic. Nou, deze man die heb er 6 keer over gedaan om zo'n pilsje te krijgen. En hoe lang duurde het voordat je hem kreeg en überhaupt? Zeker 5 minuten. Ja? Dat is voor het biertje. Ja? En nog zeker 3 minuten wachten. Oké. Okay. Dus mijn cijfer wordt hier bij een 3. Ja, 3? Ja, 3. Oké. Okay. 3 is echt slecht. Echt slecht. Goedemiddag, Overbos TV. We zijn na de wedstrijd Monnikendam thuis. 2 gewonnen. We hebben weer de oude met zijn kerstboom. Maar we moeten bij de tuiven zijn, doen we dit. We hebben onze criticus Nick Meulenbroek weer uitgenodigd om de kerstboom te verbeteren. Nick, ja. 2 gewonnen. Wat vond je ervan? Ik vond dat we eigenlijk wel wat degelijk voor de dag kwamen. We hebben lekker wat kantjes gehad. Niet afgemaakt. Maar zij hebben ook wat kansen gehad. We hebben het prima overleefd. Uiteindelijk met een heerlijke overwinning zijn we hier overgebleven. Klein biertje erbij.
Dus we kunnen tevreden zijn, denk ik. Ja. Nou, we gaan onderaan beginnen. Ja, we gaan weer eens even updaten. Want, een klein beetje erboven als ja, we staan er een beetje te veel in de kluit, maar ik moest vorige week natuurlijk even een duidelijke scheiding maken. Er is één iemand die ik er specifiek uit wil halen uit de kluit. En dat is Michael Nieveld. Vorige week hebben we uit 1-1 gespeeld tegen Amstelveen. Daar was hij matchwinner, want hij scoorde de gelijkmaker. Vandaag niet al te best gespeeld, wil ik zeggen. Grote kans gemist 1-1. Maar hij heeft weer zijn wekelijkse editie van de Telegraaf uitgebracht. En die was weer fantastisch. Dus Nieveld, je gaat een flinke stijging maken naast Elmer. Alsjeblieft. Volgende. Frankie Udel. Nogmaals, de tijdstip komt eraan. Frank Udel heeft een paar wedstrijdjes bij 2 gezeten. Vorige week zelfs wissel bij 2, omdat hij te laat was. Echt eeuwig zonde. Maar vandaag ingevallen bij 1. Meteen belangrijk assist gegeven op Maarten Wels. Alsjeblieft, even stijgen. Nou, die komt nog wel onder Nieveld, want de Telegraaf die deed echt alles hoor. Echt, die was geweldig. Wat hebben we nog meer in de kluit? We hebben Robert Feijen. Nou ja, ik heb hem net alweer zijn eerste pilsje zien drinken. Gewoon degelijk gespeeld, stijgen. Verder, ja, laat ik eigenlijk nog wel de kluit voor wat het is, Finn. Ja. Mee eens? Jij bent de... Ik werd vorige keer werd ik hevig bekritiseerd om een hoofdverplaatsing van Jeffrey Blikslagen. En ik heb het een beetje het gevoel dat ik hier een correctie moet maken. Want ik zweer het, je mensen willen me gewoon onder de grasmat stoppen hoor. Echt. Dus Blik, je gaat gewoon iets omlaag. Ik vond dat je... Vandaag redelijk gespeeld. Nou, redelijk. Eerste helft vond ik niet al te best, tweede helft herpakt. Dus de correctie wat ik al zei, iets omlaag. Zeker omdat andere jongens ook verdienen om gewoon boven Blik te staan op dit moment. Eén daarvan is Donovan. Hij staat al redelijk hoog. En zeker met name vorige week pakt hij gewoon een fantastische bal in de laatste minuten. Waardoor we nog dat gelijkspel uit het vuur wisten te slepen. Dus die mag stijgen. Dan hebben we voor mij de matchwinner vandaag. Niet de man of the match, maar wel de matchwinner. Dat is Maarten Wels. 2 goals, erg belangrijk voor het team. Die gaat naast Donovan. Zoals jullie zien, er is nog verbetering mogelijk, hè? Want jullie staan nog niet in de piek. Dus doe je best, zet hem op. Maar we zijn naar het midden gaan. Ja. Spelletjes. Nou, we hebben ook een daler vandaag. Ik ben erg positief vandaag, moet ik zeggen. Maar we hebben toch een daler. Ja. Dat is Robin Struth. Robin mag iets omlaag. Ik vind Robin altijd erg degelijk spelen. Maar ja, ik heb vandaag wel iets meer van hem verwacht, dus hij mag wel iets omhoog. En dan wil ik nog wel even melden dat hij niet heel erg strak, mede omdat hij deze week heeft een fantastische avondwinkel in Hoofddorp opgezet. Dus dat is ook wel een plein. Nou, dan hebben we nog een andere daler en dat is Sander Stro. Sander heeft een beetje oud, dus die verdient het niet meer om zo hoog te staan. Die moet echt omhoog. Nou, en dan hebben we wat mij betreft de man of the match. En dat is Vincent Partsibroto. Ja, je zal hem wel kennen, denk ik. Ja. Vincent die speelde vandaag in het begin achterin. En toen op een gegeven moment werd hij doorgeschoven nadat we 1-0 achter stonden. En de creativiteit was terug. We speelden meteen wat aanvallender. En nog een fantastische bal op de lat ook met zijn linkerpoot. Ik vond dat hij erg goed speelde. Dus die komt hier nog eens even terug. Nou, ik denk dat dat hem wel weer was voor vandaag. Ik heb mijn mening weer gegeven en het veld begint ook een beetje zich te spreiden. Dus ik wil de jongens die nog hier onderin die verkeren, wil ik echt extra aanmoedigen om nog even hun best te doen. En vergeet niet, net als de Telegraaf, buiten het veld kun je ook dingen doen om te stijgen. Dus ja, ik eis wat meer activiteit. Helemaal goed. Ja. Over 2 weken zijn we weer terug. Lijkt me goed. Ik ken het wel.